kijkt naar aflevering 53 van De Muze. Zo direct gaan we op zoek bij de Nijmeegse filosoof René ten Bos, die een nieuw boek Het Levenslicht deed zien. Maar we beginnen met ballet. Op vrijdag 1 april is in Theater Lux de dansvoorstelling Brides for Peace te zien van de choreograaf Jens van Dalen. Gebaseerd op een tragisch maar waargebeurd verhaal ontwikkelde de om zijn zeer intensieve en fysieke choreografieën bekendstaande Belgische Nederlander een zeer indringende voorstelling. De Muze ging vast kijken in Corso in Den Haag en sprak met zowel Jens van Dalen als ook een van de dansers, Patricia van Deuterkom. Je bent geboren in België. Juist. Gestudeerd in België. Juist. Wanneer naar Nederland gekomen? 1991 was dat. Zat je toen in een gezelschap? Of? Introdans in Arnhem. Aha. En sindsdien, op 2 jaar na, heb ik in Arnhem gewoond en gewerkt doorheen het land. Dus, Aha. Je was toen danser dus, nu choreograaf. Wanneer is het schrijven van dansen, zal ik maar zeggen, de choreografie begonnen? Eigenlijk is dat heel vroeg begonnen. Dat is iets wat ik in mijn schooljaren al deed. Dus wij maakten op school avonden met eigen werk en van alles nog wat. En dat is in de jaren 80 eigenlijk begonnen. Dus, Want je hebt zelf wel tot 2008 ook actief gedanst. Ja, 2007, 2008, zoiets. Ja. En toen besloot je, en nou is het genoeg. En nu ga ik me louter en alleen richten op de choreografie. Nee, dat is een heel duidelijke keuze geweest. Ik stond niet graag meer op toneel. Dus dan, waarom niet? Heeft zenuwen. Naarmate je ouder wordt, word je steeds bewuster van publiek en dat soort dingen. En nekklachten ook. Dus, die steeds maar weer terugkwamen. En dansen met pijn is niet fijn, hè. Avond na avond. Dus, ja. Ballet, jouw choreografie is nogal, heeft een naam dat het krachtig is, powerful, dat wil je per se. Ja, ik ben een man van conflict, niet persoonlijk, in mijn hoofd wel soms, maar ik zoetsappige onderwerpen, daar heb ik helemaal niks mee. Dus als je naar theater gaat, moet je meegenomen worden door iets wat iets te zeggen heeft en niet, het hoeft niet over roze wolken te gaan voor mij. Dus dat, Het gaat ook niet om de pure schoonheid van de dans? Nee. Het gaat om de effectiviteit van een beweging, dat die beweging het onderwerp uitdrukt. Mm-hmm. En wij zijn niet op zoek naar mooie lijnen of mooie... Nou ja, dat ligt ook weer ingebed in wat is mooi. Dus moderne dans is zogenaamd mooi. En, dat beeld zie ik niet. Dus, Nou is het bij jou ook wel zo. Je gaat ook altijd wel uit van een bepaald thema of een gegeven. Dat, het is niet, jij begint, je hebt een mooi idee voor een prachtige choreografie of dans. Of, het gaat uit van een thema. Ja, de dans moet verhalend zijn. Mm-hmm. Abstractie in dans zie ik ook heel, is ook mijn ding niet. Dus, Als je zegt dat het verhalen moet zijn, wil dat zeggen dat er een soort plot moet zijn te herkennen? Nee, niet per se, maar de basis moet een verhaal zijn. Moet iets zijn wat mensen aanspreekt. Moet een stevig onderwerp zijn. En zijn het dan onderwerpen die wat jou betreft een soort referentie hebben naar maatschappelijke situaties? Of? Vaak wel. Ja. Nu in deze 7 hoofdzondencyclus is dat heel duidelijk aanwezig, maar sowieso zit er een maatschappelijke kant in het werk altijd. Dus een maatschappijkritiek ook. Ja. Thank you.
zou je kunnen zeggen welk idee er aan ten grondslag ligt? Nou, dat kan een heel lang verhaal zijn, maar ik zal het heel kort houden. Ja. De basis is de vredesmissie van twee Italiaanse kunstenaressen, Silvia Moro en Pippa Bacca, die besloten in 2008 om een reis te maken van Milaan naar het Midden-Oosten in witte bruidsjurken, al liftend, als vrouw, om te bewijzen dat de wereld vreedzaam is. En dat is dus ergens misgelopen, maar vanaf dat mislopen is het een heel lang verhaal van feiten die wel of niet kloppen en zo. Ik heb mij gebaseerd op een bericht, dat kan je zo meteen wel even lezen, uit de Volkskrant in 2008, waarin wordt gezegd dat Pippa Bacca is vermoord op haar vredesmissie. De andere kunstenares zegt nu via in Milaan, dat is niet zo gegaan, want zij hebben die vredesmissie onderbroken nog voor ze vermoord werd. En Pippa Bacca zou alleen zonder bruidsjurk zijn verder gereisd. Dus, maar feitelijk weten wij niet wat de juiste feiten zijn. Er zijn verhalen, maar ik kom niet achter de waarheid. Dus vanuit daar zijn vanuit daar beginnen werken, maar hebben wel besloten om gewoon onze eigen gedachten erover neer te zetten. De belangrijkste vraag daarin was aan de drie danseressen van: hoe zouden jullie in zo'n idee staan, gaan liften naar het Midden-Oosten? Daar kwam uit dat eentje heel erg angstig zou zijn en het niet zou durven. Er kwam eentje uit die zou zeggen van: ik zou doorgaan tot het bittere einde. En er was iemand bij, Angela, dan die zegt van: ik vind het ontzettend dom, stom, stupide idee. Dus, Hoe ga je dan daar vervolgens als choreograaf mee aan de slag? Zoeken, vroeten, puur naar de essentie van wat je wil zeggen. En doe je dat dan samen meteen met de dansers? Hè? Ja, gewoon op de vloer pratend en dingen uitproberend. En, dagen vroeten. Ja. Dus Patricia, het gebeurt dus in samenwerking met jullie. Heeft dat een soort, want ik weet, Jens vertelt net, hij houdt van strijd. Gaat dat op een strijdvaardige manier, een hele intensieve sensitivity-achtige manier? Ja, wel intensief, maar niet in conflict met elkaar of zo, als je dat bedoelt. We gaan meer echt naar onszelf toe om te kijken, inderdaad, hoe zou ik in die missie staan? En vanuit daar komt weer een gevoel of een emotie. En vanuit daar creëer je materiaal. Mm-hmm. En komt Jens met materiaal en komen wij met materiaal. En dan vinden we daarin bijvoorbeeld een solo of een duet. Maar dat is soms heel goed vroeten en goed puren naar: wat wil je echt zeggen? En bereik ik dat met een bepaalde beweging? Of wat is niet nodig? Dus. Ik probeer me even voor te stellen hoe dat feitelijk gaat. Jullie praten dus, neem ik aan, ook heel veel. Maar op een gegeven moment worden er dan gesprekken opgezet over wat bewegingen kunnen uitdrukken of zo? Nou, niet zozeer. Nou, ik werk al een heel tijdje met Jens. Dus ik weet ook, ik vind mezelf heel erg in zijn gedachtegang of in zijn dansstijl. Dus ik weet denk ik snel wat nodig zou kunnen zijn of wat hij wil, zeg maar. Nou, ja. Dat komt natuurlijk ook bij wat ik graag wil of wat dan ook. Maar voortdurend overleg? Ruggespraak? Ja. Best wel, ja. Maar ook heel veel, ik loop heel vaak buiten. Ik zit buiten te denken en dan uiteindelijk wordt het geheel van zo'n voorstelling wordt naast denken geboren in anderhalve week tijd of zo. Oh ja. Maar dat zijn dan de effectieve dagen dat er gewerkt wordt en er niet meer nagedacht wordt. Dus, maar daar ben je dus wel 8 weken mee bezig in totaal. Thank you.
Patricia, dat bij dansers, je hebt een piek en die duurt maar een bepaalde tijd en dan moet het gebeuren. Ja, helaas wel, ja. Ja. Ik hoop, ja, meestal zeggen ze 30, 35. Het ligt natuurlijk heel erg aan wat op je pad komt en hoe je lichaam is. En ook wel een beetje hoe je ermee omgaat, maar het is helaas, we kunnen niet tot ons 65ste doordansen. Het lijkt alsof al het werk in een hele korte periode geconcentreerd moet worden. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is nu pieken. Ja, dat komt ook een soort werk af. Wat voor een type? Van het type werk dat je doet. Dus van ons is meestal zwaar fysiek en dat is belastend op je lichaam. Het is een andere dansvorm waarin je wel langer door kan. Maar er is ook een verschuiving gaande. Hè. Er zijn steeds meer dansers die wel langer doorgaan. Dus dat, het klassieke beeld van 35 moet je stoppen, want dan gaat het niet meer mee op. Dat is een beetje voorbijgestreefd ook. Dat heeft nog altijd met klassiek ballet te maken. Dus, De balletvoorstelling Brides for Peace van choreograaf Jens van Dalen is op vrijdag 1 april in Lux. We zijn ook heel slordig met taal, niet vreugdevol met taal, in de zin van dat we niet graag experimenteren met taal. Je moet vooral zoveel mogelijk in hetzelfde doorbonjouren. Wetenschappers worden geacht om allemaal in dezelfde soort tijdschriften te publiceren. Politici die wobbelen elkaar allemaal na. Het is allemaal dezelfde kreten. Denk maar aan modieuze talen als transparantie, authenticiteit, waar iedereen het over heeft. En men durft met dat soort begrippen niet te experimenteren. De Nijmeegse filosoof René ten Bos is een filosoof zoals we ze weinig hebben in Nederland. Niet alleen is hij een zeer gewaardeerd docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, tevens is hij een actief denker die het ene boek na het andere afscheidt. Nog maar iets meer dan een jaar geleden was ten Bos te gast in de Muze naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Het Geniale Dier. Voorafgaand aan de recente boekenweek verscheen alweer zijn nieuwste geestesproduct Stilte, Geste, Stem geheten. De Muze ging op bezoek bij de productieve filosoof die tevens stemkunstenaar Victor van den Berg had uitgenodigd om zijn betoog over stem extra luister bij te zetten. Allereerst legt onze gastheer uit waarom zijn jongste uitgave direct voortspruit uit zijn voorlaatste boek Het Geniale Dier. In Het Geniale Dier schreef ik een boek over dieren en een van de belangrijkste thema's daarin was of dieren konden communiceren. Dus dat is een belangrijke vraag. Dat is een vraag waar door de hele geschiedenis heen filosofen zich mee hebben bezig gehouden. En het antwoord dat in die filosofiegeschiedenis gegeven is, is wat ingewikkeld. Maar ze zeiden over het algemeen dat dieren wel degelijk kunnen communiceren. Dat weten we nu ook. Maar dat ze daartoe geen taal hebben. Nee, dieren zouden communiceren in stilte. Denk aan een slijmspoor van een of ander insect. Of ze zouden ten tweede communiceren door middel van gestes. Dat is een beroemde gedachte van John Bowlby. Dat is ook de uitvinder van de gebarentaal, overigens. Filosoof uit de 17e eeuw, Engelsman. En het derde was dat dieren wel een stem hebben, maar geen taal. Dat is een gedachte die je al bij de oude Grieken tegenkomt. Ze hebben phoné, dat is het woord van voor stem. Dat zit in ons woord telefoon nog. Maar ze hebben geen taal. Dus een ezel zegt altijd ia. En dat zou je de stem van een ezel kunnen noemen. De mens heeft op zo'n manier geen stem. Althans, als de mens een stem heeft, wordt hij overschaduwd door de taal. Dus dieren communiceren op drie manieren. Stilte, geste, stem. En zo diende zich als het ware vanzelf een thema aan. Iemand las dat boek. Een dame die ik ken uit Zuid-Afrika en die zei, de boek is niet af, je moet nog meer schrijven over stilte, geste, stem. Mm-hmm. Dus dat heb ik toen maar gedaan. Hoe werkt dat dan? Even een klein kijkje in jouw brein hopelijk. Hoe gaat dat? Je gaat zitten en je weet ook, je maakt een soort schema, ik weet wat ik wil behandelen. Ja, ik was al wel met dat thema bezig. Er is een kleine, korte bespreking van zo'n 7, 8 bladzijden in Het Geniale Dier aan het thema. En ik weet dat je daar heel veel mee laat rusten.
En waar ik voor dit boek nu ook geïnteresseerd in was, is, stilte, gesten, stem zijn kennelijk belangrijk voor dieren. Dus het boek gaat voor een gedeelte ook nog wel over dieren. Maar het is ook heel evident dat ze belangrijk zijn voor mensen. Dus ik ben op een gegeven moment verschuift die vraag van wat betekenen deze drie elementen eigenlijk voor de mens. Ik ben met andere woorden op zoek naar betekenis, semantiek, zoals dat dan heet, betekenisleer, hè, in een gebied dat niet taal is. Dus waar stilte is, waar gebaren gemaakt worden, gestes en tenslotte de stem als zodanig. Dit stukje gaat over Marilyn Monroe. Er staan in het boek twee stukjes over Marilyn Monroe. Dit is het tweede stukje. Uit stilte. In het gezicht van Marilyn Monroe kan je de stilte beluisteren, zei T.T. Kloete, de Zuid-Afrikaanse dichter. Komt dit door de schoonheid van haar gezicht? Giorgio Agamben, een Italiaanse filosoof, schreef dat een mooi gezicht de enige plek is waar echte stilte is. In een rimpelig en gegroefd gezicht zit onvoldoende schoonheid om stilte mogelijk te maken. Een gezicht met een karakter is ook verstild, maar het gaat hier niet om echte stilte. De rimpels en de groeven die het gezicht zijn karakter geven, zijn de neerslag van woorden die nooit zijn uitgesproken. Ze symboliseren een mislukt discours. Het is alsof een mens die niets heeft kunnen zeggen, meer rimpels heeft dan degene die wel heeft kunnen spreken. Woorden die niet door de lucht gaan, vinden een plek in het gezicht. Het is alsof de woorden die niet gezegd zijn, wraak nemen op het gezicht. Taal kan een straf zijn. Maar wat nu als het gezicht, van Marilyn Monroe, of om het even welk gezicht, rimpelloos is en in deze zin helemaal geen woorden kan toelaten? Het mooie gezicht heft helemaal geen taal op en wordt daardoor ook niet blootgesteld aan wat je de wraak van de taal zou kunnen noemen. Niets in dat gezicht is getekend. Niets herinnert ons daar nog aan taal. De stilte van het mooie gezicht heeft iets absoluuts. Die stilte heeft daarom iets griezeligs, want alleen de gedachte aan een stilte die volledig van het woord onthecht is, maakt ons nerveus. De onbegrijpelijkheid ervan vrezen we. Wat ik in ieder geval probeer te laten zien is dat onze taal, zoals die gebruikt wordt, op allerlei mogelijke manieren doortrokken is van juist dat niet-talige. Dus wij gebruiken zinnen, maar wij ondersteunen de manier waarop we onze zinnen zeggen met gebaren. Mm-hmm. Dus dat is iets wat ik nou bijvoorbeeld doe. Nu ben ik me er even van bewust, maar normaal gesproken ben ik me daar helemaal niet van bewust. Wij laten ook stiltes vallen in datgene wat ik zeg. Ja, een presentator, iemand die een verhaal moet presenteren ergens, die gebruikt bijvoorbeeld ook stilte. En die stilte die heeft bijvoorbeeld ook een betekenis. Ja, stilte kan heel dreigend zijn, heel omineus, maar ook uitnodigend van, hé, nou moet jij wat zeggen. Dus op die manier kan dat. En iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor de stem. Toonhoogte bijvoorbeeld zegt heel veel over het gezag dat iemand heeft, om maar eens iets te noemen. Dus die niet-talige dingen, die trekken als het ware het talige domein in en beïnvloeden daardoor de taal. Je kunt ze eigenlijk qua betekenis en dergelijke niet goed van elkaar scheiden. Nee, wij kennen betekenissen toe, maar betekenissen zijn bijna nooit eenduidig. Ook niet in het talige domein. Dus dat is het verschil eigenlijk niet. In die zin is mijn boek wel een verbazing over het feit waarom wij toch dat talige domein lange tijd zoveel beter hebben gevonden dan, laten we zeggen, het niet-talige domein. Maar het zijn eigenlijk gewoon dingen die door elkaar heen lopen. Nou zeg je volgens mij ook wel dat de taal een middel is om te kunnen experimenteren, maar dat het experiment niet meer plaatsvindt. Zeg ik daar, klopt dat? Ik zie met name dus die niet-talige dingen, stilte, gesten, stem, zoals ik dat noem, als uitstekende instrumenten om in de taal mee te experimenteren en om de taal te verrijken op allerlei mogelijke manieren. Dus dat is wel iets wat ik probeer duidelijk te maken. Mm-hmm. En het gebruik van gebaren bijvoorbeeld is daar een heel evident voorbeeld van. Mm-hmm. Maar ook het gebruik van stilte en het gebruik van hoogte van stem, laagte van stem. Daar kun je van alles mee doen. Waardoor je dus
taal ook ziet als experiment. En ik denk zelfs dat een van de mogelijkheidsvoorwaarden voor het experimenterende van taal erin bestaat dat die andere dingen zeg maar ook betekenissen hebben. Dus stilte, geste, stem, zoals ik dat noem. Ik ga nu een stuk voorlezen. Dat is het laatste stukje van het geste deel. Daarin heb ik een soort agenda voor hoe misschien politici moeten leren denken. De vraag die we over de ethiek van politiek en institutie moeten stellen, is uiteindelijk of zij nog in staat zijn om buiten de sfeer van de economie, de oikonomia, te denken. Misschien kan het denken over de geste hen hierbij helpen. En dat betekent onder meer dat je moet nadenken over wat het lichaam je vertelt over het morele. Waarom dit vertellen nooit in de vorm van woorden gebeurt. Waarom je zo zenuwachtig wordt als je de consequenties niet kunt overzien. Waarom mensen die niet meedoen of mee kunnen komen jou zo onrustig maken. Waarom de gemeenschappelijkheid die je voor jezelf hebt gecreëerd zo exclusief is. Wat het betekent een zuiver middel en niet meer dan dat te zijn. Doelloos en vormloosheid. Waarom betekenis iets is wat taal overschrijdt. Waarom de geste altijd een intimiteit heeft die het contract nooit heeft. Wat het eigenlijk betekent voor het menselijke en niet-menselijke leven om in een wereld te leven die in toenemende mate zijn gevoel voor geste verloren heeft. Je moet deze lijst met denksuggesties niet zien als een praktische agenda. Zie je meer als een ironische geste tot besluit en doe ermee wat je goed dunkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja, het boek is heel duidelijk een pleidooi voor meer experiment met taal. Dat kan dus door zeg maar stilte, geste, stem daaraan te koppelen of daar in het talige domein toe te laten. Maar het kan ook gewoon door betekenissen op te blazen, taal te misbruiken af en toe. Daar heb ik het ook heel expliciet over, hoe vaak dat dus gewoon ook. Dat is enerzijds, veel mensen die zijn erg puristisch met taal. Maar het is enerzijds ook wat taal constant in staat stelt zichzelf te vernieuwen. En vanuit dat experiment dat met taal mogelijk is, duid ik ook aan dat het ook gaat gewoon om ethiek. En ethiek is ook een constant experiment. Constant experiment met morele gevoelens. Neigingen, impulsen, dat soort zaken, die voortdurend ook veranderen in een mensenleven. Ik ga nu een stukje lezen uit het stuk over stem en het gaat over buikspreken. Want bij buikspreken gebeurt iets heel geks met de stem. De Amerikaanse cultuurtheoreticus Hillel Schwartz weet te melden dat toeschouwers in het 19e-eeuwse theater vaak een grotere realiteitswaarde toekenden aan de pop dan aan de spreker. Het gevolg voor de buikspreker was dat hij in sommige gevallen minder populair werd dan de pop die hij met buikstem en half open lippen tot leven wekte. Een mooi beroepsrisico. Je produceert een stem, maar niemand vindt dat de stem van jou is. Sterker nog, jij bent nep en de pop niet. En daarmee bereikt de revolte van de pop haar hoogtepunt. Wat machteloos was, wordt juist de kern waar alles om draait. Dit inzicht roept wederom vragen op over de relatie tussen stem en macht. We weten natuurlijk allemaal dat stemmen in het hoofd mensen kunnen aanzetten tot goed en kwaad. De stemmen in het schizofrene hoofd zijn een bekend en berucht voorbeeld. Horen lijkt hier hetzelfde als gehoorzamen. Vroeger leken veel meer mensen stemmen in hun hoofd te horen. Wie de stemmen van God, Allah of meerdere goden tegelijk hoorde, moest wel luisteren en ging over tot het bouwen dan wel vernietigen van beelden en gebouwen. Je zou kunnen zeggen dat het inspirerende tijden waren. Mensen deden wat de stemmen hun influisterden. Soms komt het nog steeds voor, met alle mooie en rampzalige gevolgen van dien. Maar het is uitzonderlijk. Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet langer in de ban van inspirerende stemmen. Ze leven hun leven, verwonderen zich niet al te zeer, verbazen zich over die enkeling die nog gehoor geeft aan stemmen. Ze vinden hooguit nog enige inspiratie tijdens een managementtraining, maar vergeten natuurlijk hoe dat allemaal was als ze de volgende dag weer op het werk verschijnen. Oké, ik wil graag de aandacht vragen voor een goede vriend van mij, Victor van den Berg. Hij is in Nijmegen bekend als Jacques Brel-vertolker. Iemand die van alles kan met zijn stem, van zijn stem een instrument heeft gemaakt waar hij zijn geld mee verdient. Hoor en beef.
Het besproken boek van René ten Bos heet Stilte, Geste, Stem. Dat was het weer voor vandaag. Deze uitzending van de Muze werd gemaakt door Thijs van Leur, Stefanie de Beer en Bas Andriessen. We zijn er weer op zaterdag 9 april. We hopen dat u dan weer kijkt.